Goedemorgen, wij zijn de familie Visser. Vandaag moet ik naar school. Heb je zin in school? Ja. Goedemorgen. Ja. Alleen de deur zat op slot. Ja, dat is wel. Auto. Ga mee, Luc. Echt waar? Ga jij de andere kant in dan? Wil je een ijsje, Emily? Wil je een ijsje? Wil je een ijsje? Ja. Kom, gaan we handjes wassen dan. Ik zou even kom, gaan we handjes wassen. Maar je ruikt het gelijk, hoor, die knip. Nee. Lekker? Dan ruikt het echt uit de knip. Ijsje? Of is die vies? Lekker. Lekker. Vies. Vies. Lekker vies. Ik ben wel heel benieuwd of jij hier kan staan, Katelyn. Je kan hier wel goed springen, hè? En zwemmen. In het water was hier ook gewoon 20 graden dus thuis. Dat had mama niet verwacht, hè? Nou. Blijf staan, hè? Wauw. Ik wil niet. Nee. Ja. Maar jij kan dan zwemmen en Emily nog niet, hè? Kijk. Oh ja, ik zie het. Je zwemt als een hondje. Nee, ik trappot. Hé, oh, je trappot. Ja, ga even. Hondjes trappen niet. Hondjes trappen niet, hè? Nee. Nee, want... Leuk. Wat doe je? Ja. Let it go. 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 Whoa. Let it go. Let it go, let it go, let it go. Oh, wait, wait. Let it go. Bedtijd, Emily. Let it go. Hey, is bedtijd. Let it go. Heb je pyjama aan? Nee. Wat is dit dan? Dat is een shirt. Dit is een pyjama van Elsa, hè? Ja. Ja, dat vind jij wel mooi, hè, Elsa? Ja, want die doe ik hieronder aan. Doe ik hieronder. Zo, ja. Even een chauffeurs douche. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow. We hebben niet heel veel gefilmd vandaag. Oh, wow, wow. Hé, ben je nou weer de kerstman? Deze is nog zwart. Hey, iemand is klaar. Oh, wow. Kijk, bedankt voor het kijken. En tot morgen. En abonneer op ons kanaal. Onder deze video. Doei. Doei. Emily is aan het mopperen. Weet je waarom? Dat ze nog een pyjama over de pyjama wil. Ja, ik dacht, wat is dat? Dat paarse bij Emily, maar dat is de vier.
kijk eens. Jongen, jongen. Kijk eens. En mijn voeten. Heb je nog wat leuks te vertellen, Caitlin? En mijn voeten. Nee, die zijn schoon. Ik heb je gedaan. Wij waren buiten aan het spelen. We moesten weer boos worden. En toen ging het weer goed. Oh ja. Ja. Ja, leuk taal. Dus we waren thuis. Ja. Kijk, we kwamen thuis van oma. En we hebben bij oma al gegeten. En eigenlijk mogen ze van mij, maar papa is het makkelijker, mogen ze van mij niet buiten spelen na het eten. Waarom? Omdat we dan dit krijgen wat we net kregen. Dan gaan we naar binnen. Kijk, ik was nog even de was aan het opvouwen. Dus ik denk, als ik klaar ben daarmee, gaan we lekker naar binnen en gaan we naar boven. En dan kan ik de was nog in de kast doen. Mama, het is mijn maar tenen. Toen gingen we naar binnen en toen gingen jullie heel de boel op stel zetten. Is dat mijn tenen? Ja, dus je tenen. Omdat we niet naar binnen wouden. Ja, omdat jullie niet naar binnen wouden. Dus toen kregen we een beetje. Met jullie heel boven en huilen. Ja, die hebben we net gewassen, schat. Ja. Ja, dus dat was helemaal niet gezellig. En daarom mogen ze dus eigenlijk niet spelen na het eten van mij. Nee, het is... Maar toen gingen we weer kroelen en toen was het weer goed. Ja, en ik vind het niet leuk dat we altijd zo kort buiten mogen spelen na het eten. Nee. Nee, en eigenlijk mag je helemaal niet spelen na het eten. Dus je hebt meestal mazzel bij papa. Hè? Want papa zegt, het is mooi weer in de zon schijnt. En al die kinderen zijn in de speeltuin. Dus laat ze lekker spelen. Maar ja, mama is wat moeilijker dan papa. En dat, ja. Het is, waarom mogen we niet in de vakantie gewoon wat langer spelen? In de vakantie mag je even een vetje neusje. Ja, dan hoef ik niet... Je neusje. Dan hoef ik niet naar school. Nee. Dus ik had nou gezegd, als het dan weekend is, mogen jullie wel nog even buiten spelen. Dat is niet zo. Nee. Maar ja. Voor je het weet zit je in het park alleen. Nee. Oh, dat dan weer niet. Nee. Nou, we gaan dag zeggen. Oh, zeg mijn dag helemaal niet. Dag. Dag. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Tot morgen. Op ons kanaal. Oh, nee.